Hallo en welkom. In dit filmpje ga ik je leren hoe je lengtematen gemakkelijk kunt omzetten naar andere lengtematen. En hiervoor gebruik ik deze voorbeelden. We hebben hier bijvoorbeeld 6 meter. Belangrijk als we onze tabel gebruiken, dat is dat we naar de eenheden moeten gaan kijken. In dit geval is dat de 6. De eenheden geven ook de maat weer. Dus dat wil zeggen, die 6, dat zijn de meters. Dus die 6, die schrijven dus bij de meter. Om te weten nu hoeveel centimeter dat is, gaan we aanvullen met nullen. Tot aan de centimeter. Zo. 6 meter is 600 centimeter. Dan hebben we 72 centimeter en we willen weten hoeveel decimeter dat is. Opnieuw gaan we kijken. De 2, dat zijn de eenheden. Dus die 2 die gaan we bij de centimeter schrijven. En de 7 die schrijven er vlak voor. Nu vragen ze hoeveel decimeter dat is. Nu gaan we... In dit geval zien we geen komma, maar de komma staat eigenlijk hier. Die komma gaan we opschuiven naar de decimeter. Dus met andere woorden, de komma komt hier te staan en hier verdwijnt de komma. Als we nu moeten zeggen 72 centimeter is 7,2 decimeter. Dan 0,16 decimeter. Opnieuw gaan we kijken, wat zijn hier de eenheden? De eenheden, dat is de 0. De 0 komt dus overeen met de decimeter. En de 0 gaan we dan ook schrijven bij die decimeter. En de rest schrijven we over, samen met de komma. Dus de komma komt hier te staan, de 1 en de 6. Denk er ook aan, als we de getallen in de tabel schrijven, per vakje telkens 1 getal, niet meer. Oké, nu willen we weten hoeveel millimeter dat 0,16 decimeter is. De komma gaan we weer opschuiven tot aan de millimeter. Dus de komma komt hier te staan en hier verdwijnt de komma. Als we nu gaan moeten zeggen hoeveel millimeter dat is, dan kunnen we zeggen 0,16 decimeter is 16 millimeter. Oké. Nu weten we al heel wat. Ik ga eerst even dit verwijderen. Goed. Nu we dit weten, nog één voorbeeld van ongeveer dezelfde aard, maar toch wel heel belangrijk om te weten. Stel, je hebt 18 meter. En ik vraag, hoeveel kilometer is dat? Opnieuw gaan we kijken. De 8, dat zijn de eenheden. Dus de 8 schrijven we bij de meter. En de 1 volgt. Nu moeten we naar de kilometer gaan. Zoals ik daar straks zei, de komma staat eigenlijk al hier. En die gaan we verplaatsen naar de kilometer. Dus met andere woorden, de komma staat hier. De komma aan de meter, die doen we weg. Maar nu heb ik hier een onvolledig getal. Ja, als we een onvolledig getal hebben, dan zorgen we ervoor dat die volledig wordt. En dan vullen we nullen bij. Dus hier kan nog een nul bij. En voor de komma, het eerste getal moet ook een nul hebben. Ja, en nu kunnen we zeggen 18 meter is 0,018 kilometer. Oké, dan wil ik nog heel kort over één ding hebben. Soms zie je bij de oefeningen dit staan. 1/4 is hoeveel centimeter? Wat kan je dan gemakkelijk doen? Je stelt je eerste vraag
1 meter. Hoeveel centimeter is dat? Ah, dat is 100 centimeter. Maar ik heb nu geen 1 meter nodig. Ik heb slechts 1/4 van een meter nodig. Dus als wij 1 meter, als we daar 1/4 van maken, dan moeten wij ook 1/4 van die 100 doen. Dus moeten we 1/4 van 100. En dat is 25. Dus 1/4 meter is 25 centimeter. Oké, tijd om dit in te oefenen. We vegen dit even af. En je krijgt nu de opdracht om de volgende opgave uit te rekenen. 2/5 kilometer. Hoeveel meter is dat? 1,3 millimeter. Hoeveel centimeter is dat? 8,86 meter. Hoeveel decimeter is dat? Om de opgave juist op te lossen, gebruik je je tabel. Ja? Je schrijft de opgave op een kladpapier en je brengt deze mee naar de klas. Veel succes!